Herman. Hi. Tim. Ik ben Ramon. Aangenaam. Ja, hoe ben jij eigenlijk betrokken geraakt bij dit hele project? Want ik vraag me gewoon af, hoe kan het nou dat zo weinig mensen zien hoe leuk de bouw is? Ja, dat heeft denk ik te maken met verschilligheid van mensen. Tegenwoordig denken mensen dat de salarissen laag liggen. En je kan bij ons ook, zeker in de bouw, je kan doorgroeien, je kan alle kanten op. Dus het is heel divers. Ja. En wat, er zit ook een heel creatief aspect bij. Het is niet alleen maar, dit moet gemaakt worden, hier zijn de plannen en ik ga het bouwen. Je hebt ook eigen inbreng veel. Je kan beginnen op kantoor, je kan in de architectuur, je kan meehelpen ontwerpen. Maar vervolgens ook de bouw zelf in. Ja. Het fysiek maken van dingen, dat moet mensen gewoon aantrekken. Dat is ontzettend leuk om te doen. En wat vind je het allerleukste aan je werk? Het is een beetje een cliché vraag, maar wat is nou... Een ding waarvan je zegt van dit, ja. Vind ik toch wel het werken met mensen als team. Ja. Je moet het echt met elkaar doen, alleen maak je het niet. Hè. Mensen, zeker in ons vakgebied, dat is wat het waard is. Ja. Je moet het met elkaar doen en met elkaar tot de eindstreep brengen. Ja. En dan ben je er ook echt trots op als team. Nou, dank voor het gesprek, man. Leuk. Ja. Tim, dankjewel. Dankjewel. En dus als je dus thuis daar zit te wachten, waarom zit je überhaupt te wachten en waarom zit je? Ga staan, ga iets doen. Kijk even hiernaar. Deze tijd. En misschien zit er iets bij voor jou. Later. Wil je nou ook een keer dat ik bij je langskom, dan ga dan even naar baasoverjeeigentoekomst.nl. Later.